Wat begon als een weigering van de katholieke kerk om protestanten toe te laten op hun begraafplaatsen, eindigt dus hier. En je moet je voorstellen, dit was 100, 200 jaar geleden gewoon een stukje grasland waar schapen graasden. Nou, vandaag de dag, 2016, een totale oase in het hart van Rome.